Hallo, dit is de vierde aflevering van mijn vlog en wel te verstaan vanuit Curaçao. Het leek me goed voor mijn mega media maand volgende maand september nog heel even op vakantie te gaan. Maar waar ga je heen als je in transitie zit? Heel veel landen zijn nog niet echt bepaald gay-friendly op dit moment. En aangezien trans het nieuwe gay is, willen veel mensen in landen niet al te relaxed op een transitie reageren. Curaçao dus. Leek me handig. Nederlandse wetgeving in het eind, dus de overheid kan niks doen. En de mensen zijn toch vrij ontspannen, zou je denken. Maar het werd best een lastige week. Niet vanwege de Antillianen, maar vanwege de Hollanders hier. Buiten Amsterdam blijkt het idee, concept transgender nog niet echt doorgedrongen. En als het dat wel is, dan beperkt het zich tot ombouwen. Wanneer ben je klaar? En wat zit er nou in je broek? Pijnlijk dus. Maar aangezien ik altijd zendingsdrift heb gehad, besluit ik toch keer op keer het gesprek aan te gaan. En er zijn een aantal dingen die me opvallen. Het eerste is dat zodra ik noem dat ik eigenlijk een hij ben, er meteen in de kaartenbak wordt gegraven naar de enige transgender die ze ook ooit hebben ontmoet of op tv hebben gezien. Die dan in hun woorden best goed is gelukt. Of niet. Waarna de roddels komen over de geaardheid. De transman zou ooit een transvrouw zijn geweest en dan lesbisch of nog ingewikkelder. En of ik die persoon ook ken. Nee, dames en heren. Ik ken niet alle transgenders van Nederland en ik zou dat ook niet willen. Ik bedoel, kent u alle linkshandige, rechtsgeaarde socialisten? Ik weet niet hoor, maar ik doe niet zo aan die boxjes. Maar goed, in het algemeen verloopt het gesprek dan zo. Je bent wat? Maar je bent toch gewoon een meisje? Oh. Maar hoe heet dat dan? Wat? Trans? Zeg dat nog eens? Gender? Oh, dat heb ik eens op tv gezien. Oké. Ja, ik kom vaak voor op National Geographic. En dan komt dus de casus. Kelly. Ik weet niet. Een of andere Mark. Whatever. Een trans man of trans vrouw die in hun woorden eigenlijk dus, nadat ze die persoon al zoveel jaar kennen, een meisje bleek te zijn. Dus dan denk ik, oh, was ze trans vrouw? Nee. Nee, hij is dus omgebouwd, hij is een man, maar hij is dus eigenlijk een meisje. Nee, hij is dus toch een man? Nee, ik kom dus nog 5 jaar achter. Hij is een meisje. En dat zeg je dan tegen mij. Slecht idee. Je belandt gegarandeerd in een discussie waar je niet meer uitkomt. En het laat zien dat voor de meeste Nederlanders hier, die toch vrij ontwikkeld en opgeleid zijn, anders kan je ook geen vakantie naar Curaçao veroorloven, een trans man in feite eigenlijk heimelijk een vrouw is. Zodra ze ontdekken wat ooit zijn biologische geslacht was. Of andersom. Nou, hopeloos vermoeiend. Net zoals mevrouw worden genoemd. Lastig gevallen te worden door heren, die ik dan maar liever toch niet zeg. Dat ik een man ben, simpelweg omdat ik me er te ongemakkelijk bij voel. Niet omdat ik die heren zo zie staan, sorry. Maar gelukkig is het dan, als ik weer een dag me flink heb zitten irriteren, een uitlaatklep, namelijk mijn vriendin Lorena aan de bar, die mij altijd leuk advies geeft en veel te grote pullen bier, die nogal willen helpen. Ik zal haar even aan je voorstellen, ze staat hier. Even kijken. Hey, douchie. Kijk, dit is Lorena. En ik ga even terug naar mij, sorry. Lorena komt zo terug hoor, don't worry. Nu hebben de Antillen niet altijd de beste reputatie als het gaat om homorechten. Veel Antillianen in Nederland zitten nog steeds in de kast. En aangezien in de Cariben het homogeweld toeneemt, was ik wel een klein beetje benieuwd hoe het hier zou zijn. Jamaica is bijvoorbeeld, een eiland hier vlakbij, een van de eilanden of landen met de hoogste mate van homogeweld ter wereld. Zelfs meer dan in de Arabische wereld. En ook over Curaçao, wat toch een vrij christelijk conservatief eiland is, bestaat het idee dat er een grote mate is van homofobie. Dit mogen zo zijn, maar ik heb toch aardig wat homo's op straat gezien. Oud en proud, zou ik willen zeggen. En meer nog, ik merk dat de enige groep die ik niet hoef uit te leggen wie ik ben, de Antillianen zijn. Ik blijf het uitleggen aan Amerikanen, ik blijf het uitleggen aan Hollanders. Maar ik heb niet zoveel moeite gehad om het Lorena uit te leggen. Sterker nog, ze heeft me geen één keer mevrouw genoemd. En dat komt omdat ze hier een andere aanspreekvorm gebruiken. Lorena, back to you. Ja, hallo, ik ben Lorena.
Ik zie gewoon meteen wie je bent. Dus, heb je dan een gaydar? Een gay. Een gaydar? Zo'n radar waarmee je homo's kan opsporen? Nee, helemaal niet. Maar ja, voor mijn perspectief, ik respecteer iedereen gewoon. Niet ik alleen, maar alle Antillianen, snap je? Dus als ik je moet gaan serveren aan de tafel of aan de bar hier, ga ik niet zeggen, hey, hallo mevrouw of hallo meneer, kan ik u helpen? Nee, ik kom meteen, hey douchie, alles goed, hoe was je dag vandaag? Wat kan ik je helpen? Wat voor cocktail wil je? Snap je? Dus voor mij is het gewoon van respecteer iedereen. Wat betekent douchie? Douchie betekent schatje, lieve. Kijk, dus eigenlijk noem je gewoon iedereen schatje? Ja. Ah, dat zouden we nou in Nederland ook zo moeten doen. Heb je in de Antillen woorden voor mensen zoals ik? Ja. Bijvoorbeeld voor die mannen, daar hebben we wel, het is niet een mooi woord, maar we noemen ze Marie. En voor de meisjes hebben we macho. Dus het is eigenlijk niet een mooi woord, dus daarom wil ik die woorden helemaal niet gebruiken. Ik zie je meteen. Je bent dus, daarom noem ik je gewoon douchen. Zodat ik die woorden niet hoef te gebruiken, snap je? Zijn er in, op Curaçao ook tv-programma's en items over transgenders? Want in Nederland is gender heel erg in, heel veel artikelen gaan erover, interviews. Of leeft het hier niet zo? In de media, wordt er veel in de media over gesproken? Over genders natuurlijk, hier wel. Ja, is het hier ook opkomend? Ja. Hoe schrijven ze erover? Wat is de toon? Is de toon positief, gewoon algemeen, neutraal? Ja, iedereen heeft zijn mening hier. Ja, natuurlijk zijn veel mensen het niet. Wat ligt gevoeliger in Curaçao? Homo zijn of transgender zijn? Voor meiden of voor mannen bedoel je? Nou, gewoon lesbisch of homo zijn, dus gewoon seksuele geaardheid anders. Of transgender zijn, dus dat je eigenlijk een ander gender hebt. Want in Nederland ligt transgender een stuk gevoeliger dan homo zijn, bijvoorbeeld. Maar in Egypte is het andersom. Hoe zit dat hier in Curaçao? Allebei liggen gevoelig. Toch zeg je dat we. Toch, homo's is meer vervelender. Toch. Want transgender, toch zeggen ze, je bent toch een meisje. Dus weet je, dus hier is het toch niet zo erger voor meisjes dan als homo's. Dus er is, zeg maar, als je lesbisch bent, is oké. Okay. Dat vinden ze minder erg dan homo. En iemand als ik? Het is niet zo erg als een homo. Als een homo is iemand hier, kijk, hier, het probleem is, veel homo's dragen ze aan als meisjes. Kleden zich als meisje, ja. Juist. En dat lijkt echt als een, dat lijkt echt schrikkend uit, weet je. Als, oh, nee. Maar een meisje bijvoorbeeld, jij draagt zo. Oké. Misschien is haar stijl zo of zo, weet je. Dus iedereen respecteert iedereen. Maar ik ben eigenlijk geen meisje. Dat is het. Ja. Dat is het. Maar het interesseert me niet. Ik respecteer dat ook. Dus daarom zeg ik gewoon, weet je wat, douchie. Stel je voor dat we in het Nederlands woorden zouden hebben voor transgenders, voor queers, in plaats van dat we Engelse woorden moeten gebruiken. En als we nou eens af zouden stappen van dat meneer, mevrouw of meisje, want het lijkt alsof een vrouw met de 30ste nog niet volwassen is en maar een meisje blijft. En over zouden stappen op een uitdrukking als douchie, schatje, lijkt me sowieso een veel aangenamere werkelijkheid. Maar als je goed tussen de lijntjes luistert... Hij had toch ook echt nog wel last van homofobie. En daarover gesproken is het interessant om te zien dat bijna overal ter wereld feminine mannen of homoseksuele mannen met een voorkeur voor meer vrouwelijke kleding het lastiger hebben dan welke andere groep, behalve dan transvrouwen. Want als een man zich echt vrouwelijk gaat kleden, heeft hij zowel te maken met homofobie als seksisme. En dat is een van de redenen waarom veel transvrouwen in Nederland geen werk kunnen vinden. Buiten dan in gelukkige gevallen model, minder gelukkige gevallen prostituee of kapster. Hoewel een KLM-medewerker wist zeggen dat KLM zich erop gericht heeft extra transvrouwen aan te nemen. Dus wie weet heb je een transvrouw als stewardess. Die ik dan weer liever gewoon vrouw zou noemen dan trans. Maar goed, we leven in tijden waarin dat nog niet helemaal als zodanig wordt gezien en begrepen. En er uiteindelijk gewoon in de keuken wordt gefluisterd. Ja, zij is eigenlijk een hij.
Nee hoor, een mooie stewardess is gewoon een mooie stewardess. In de meeste gevallen zijn deze nog wat langer.